Ik ben Tara Becker van fijnproever.com en ik ben in Parijs bij Hotel Le Burgundy. Ik zit hier in een mooie serre met marmeren vloeren en een love seat voor als je met je partner bent. Uiteraard hoort er bij tea time een goede thee, maar dat is niet het belangrijkste, want dat zie je naast mij en dat zijn die geweldig uitziende zoete gebakjes en die hartige hapjes. Ik begin met het sinaasappeltaartje. Het is een mooie, krokante en luchtige bodem. Sinaasappelsmaak komt goed naar voren. Dit is het hazelnootgebakje. En de vulling, dat is een soort van crème van hazelnoot. En de buitenkant is mooi van structuur. En het nootje zelf is mooi krokant. Heerlijk. Ik heb hier een scone. En daar ga ik deze heerlijke jam op smeren. Bij het aansnijden merk ik al dat hij heel mooi brossig is. Goed van smaak. Buitenkant mooi knapperig, binnenkant mooi luchtig. Dit is de aardbeientartelet. Nou, de aardbei is lekker zoet. Verrukkelijk gebakje. Hier het frambozentaartje met pistache. Je ziet de pistachenootjes op en er zit een crème van pistache op. Nou, ik ga hem door de helft snijden. Ik zie een gelei van frambozen en een crème van pistache. Zo, er gebeurt een hoop in mijn mond. Wow, je proeft dat zoete van de gelei, een beetje de zure van de framboos. Echt een gouden combinatie. Ik heb hier het Granny Smith taartje die ik door de helft ga snijden. Binnen zie ik een gelei, de buitenkant is wat romig. Je proeft echt de appelsaus die erin zit. Tot nu toe heb ik echt heerlijk genoten. Nou, in Rotterdam heb je op twee plekken waar je heerlijke lemon meringue pie kan halen. En ik ben dus zo benieuwd naar deze mini pie. Merengue is mooi brossig. Echt een flinke smaakexplosie. Ik ga hier gewoon echt van genieten. Ik had twee favorieten. De lemon merengue pie, wat echt een enorme smaakexplosie was. Elk klein hapje, gewoon poef, volle smaak. En de tweede was die frambozen sushi. Super. Ik nam een grote hap. Er gebeurde van alles in mijn mond. Romig, zoet, zuur. Echt gewoon top. Vergeet niet te liken, te delen en je te abonneren op mijn kanaal.